pand staat voor mij eigenlijk voor samenwerking op de wat langere termijn. Als gemeente moet je afspraken maken met corporaties. En wij in de Drechtsteden hebben ervoor gekozen samen te werken in de Drechtsteden. Tussen de gemeenten onderling om een volkshuisvestingsbeleid vast te stellen. We hebben er ook voor gekozen om samen te werken met corporaties. We doen dat niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Dus afspraken maken over hoe het met de volkshuisvesting en de herstructurering moet op wat langere termijn. Daar staat Palt eigenlijk voor mij voor. Een van de belangrijkste afspraken die we de laatste jaren gemaakt hebben. Met elkaar staan we voor een enorme opgave in de woningbouw. En we hebben met elkaar de afgelopen jaren steeds vastgesteld dat planningen en realisme steeds verder uit elkaar lopen. En met elkaar gewoon zeggen van, hoe realistisch zijn planningen? En wat kunnen we echt realiseren? Daar is eigenlijk een beetje de Palt op gebaseerd. Het afsprakenkader voor de periode tot en met 2009, waarin gemeenten in de Drechtsteden en de corporaties hebben vastgelegd hoeveel woningen ze willen bouwen, hoeveel ze willen slopen, waar geherstructureerd wordt, welke soorten woningen worden gebouwd, wie wat doet, wie wat betaalt, waar subsidies worden ingezet. Met de bedoeling om de zaken op elkaar af te stemmen en afspraken te maken en bovenal om die afspraken na te komen. Ik vind het belang van Palt met name dat erkend is dat de woningmarkt veel meer regionaal geworden is dan vroeger. Zodat je eigenlijk ook op regionaal niveau afspraken zou moeten maken. En de inhoud van de afspraken, nogmaals, die zijn in het algemeen dat iedereen goed moet kunnen wonen. En voor de Drechtsteden is er in het bijzonder aan toegevoegd dat we eigenlijk willen dat er wat meer hogere inkomens blijven en misschien ook zelfs wel binnengehaald kunnen worden. Omdat we wat dat betreft wat onder het landelijk gemiddelde liggen. Palt is heel belangrijk omdat het heel belangrijk is dat een regio en het collectief van corporaties goed samenwerken. Het was in het verleden zo dat iedere afzonderlijke gemeente prestatieafspraken tussen gemeente en een woningbouwcorporatie. We hebben het nu eigenlijk omgedraaid. Eerst worden er afspraken in de regio gemaakt tussen alle corporaties en alle gemeenten. En daarna, daarvan afgeleid, worden de prestatieafspraken in iedere afzonderlijke gemeente gemaakt. En dat is redelijk uniek. En ik ben daar heel blij mee dat dat gelukt is. Ja, ik heb als voorzitter van de stuurgroep geopereerd. En dat betekent dat mijn rol was scherp te blijven op de resultaten en tegelijkertijd de partijen bij elkaar te houden. Dus kun je zonder ruzie te zoeken toch met z'n allen in een bepaalde richting bewegen. En dat is volgens mij goed gelukt. Ik mag binnen de stuurgroep altijd meepraten omdat de Phoenix-locatie, de Volglanden, de grootste uitleglocatie is binnen de Drechtsteden. En wat dat betreft wij dus ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het op gang brengen van de woningbouwproductie daar waar het gaat over herstructurering in bijvoorbeeld Dordrecht en Zwijndrecht. Ik ben directeur van Forta, een van de 8 corporaties. Ik ben voorzitter van de Volgelanden Ontwikkelingscombinatie, de VOC. Een heel belangrijke partner binnen Palt, omdat het natuurlijk een van de 2 Phoenix-locaties is waar heel veel sociaal ontwikkeld wordt. Op dit moment. En daarnaast ben ik lid van de stuurgroep Palt, waar samen met bestuurders en een aantal corporatiedirecteuren we proberen die afspraken zo goed mogelijk na te komen en op papier te krijgen. Dat zijn 3 verschillende petten, maar dat gaat voortreffelijk samen en uiteindelijk gaat het om het grote belang. En daarvoor moet je wel eens kleine belangetjes opzij zetten. We gaan eigenlijk steeds meer van instituties naar arrangementen van wonen en zorg. En zoals, dat geldt ook voor Zwinhoven. We zien hier bijvoorbeeld hierachter het mooie wooncomplex Plantage. Waar mensen zelfstandig wonen met zorg en diensten. We hebben een woonzorgalliantie opgericht waar woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen samenwerken. En we hebben een project gestart, Vivera, waar ook de gemeente in deelneemt. En eigenlijk die zones, die woonzorgzones en servicewijken vorm te geven.
Nou, we zijn een van de partners en initiatiefnemers van de Woonzorgalliantie. Ik ben zelf ook voorzitter van die alliantie. Maar eigenlijk het belangrijkste is, we doen het met elkaar. En er zijn een heel aantal betrokken bestuurders die daar heel goed aan trekken. En dat is ook belangrijk, want er moet veel gebeuren. VOC, een samenwerkingsverband van verschillende woningbouwcorporaties. En zij realiseren samen met de gemeente Hennekes-Ambacht en Zwijndrecht het totale sociale segment binnen de woningbouwproductie. Paldafspraken zijn belangrijk voor het totaalgebied de Drechtsteden. Daarin moeten we met elkaar een kleine 10.000 woningen de komende jaren bouwen. En als er ergens in die schakel van de verschillende samenwerkende Drechtsteden er eentje wegvalt, betekent het eigenlijk dat het hele kaderhuis van woningbouwafspraken onderuit gaat. Vanuit dat vertrekpunt, de Volglanden een van de grootste locaties, als daar uiteindelijk de planningen niet langer kloppen met het realisme en dus in principe lager uitvallen, dan heeft dat consequenties voor de hele productie in de Drechtsteden. SSF staat voor Short Stay Facility. Het is een combinatie van wonen, en dat is dan zeg maar de short stay, en de facilities die beneden op de begaande vloer geboden worden. Ik ben manager van het team dat zorg draagt dat de verhuringen en de contacten met de bewoners soepel lopen. En dan moet je denken aan de nieuwe inhuringen, de verhuizingen, het klein onderhoud, dat soort zaken. Er wordt altijd gesproken over een magic mix binnen de short stay facility. Dat betekent dat er niet echt groepen bewoners de overhand moeten krijgen, maar dat het een leuke mix is van mensen die bijvoorbeeld vanuit een hulpverleningsachtergrond hier komen. Mensen die vanuit bedrijfsleven tijdelijk huisvesting nodig hebben. Wij zijn door woonrecht bedacht door dat deze appartementen weinig voorziening hebben. Dus beneden moesten allerlei faciliteiten komen. Hier in het appartement hebben we geen wasmachine aansluiting, dus beneden is er wasseretten. Men heeft op zich heel weinig kookmogelijkheden, dus men kan beneden goedkoop een maaltijd nuttigen. Binnen mijn afdelingen werken mensen die gewoon gekwalificeerd zijn om het werk te doen, om de faciliteiten goede kwaliteit te bieden, geven. En daarnaast werken allerlei mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onder andere de WWB-mensen, wij zijn ook onderdeel van de werkplaats. Ook brugtrajecten hebben we hier. En tegelijkertijd zijn we ook erkend zorginstelling, dus we hebben ook AWBZ-trajecten. Er wordt op dit moment flink verbouwd. We zijn bezig met groot onderhoud. Een jaar of 10 geleden, toen Woonrecht het pand heeft aangekocht, is er vooral geïnvesteerd aan het uiterlijk van het pand. Maar
ja, al het onderhoud aan de leidingwerk, installaties, dat soort dingen, badkamers, keuken, dat is toen nog niet uitgevoerd. En het pand is nu ongeveer 40 jaar oud, dus je kunt zich voorstellen dat er ondertussen wel het een en ander moet gebeuren. Dat gebeurt nu. En wij zijn er gewoon heel erg blij mee, omdat wij zitten in het gedeelte waar het vroeger het oude verzorgingshuis was. Ja, en we hebben daar hele andere functies nu. In de grote zaal is nu een café, ja, en dan begrijp je dat er meer stroom nodig is en gaat zomaar door. En dat is nu allemaal goed geregeld. Beneden zijn ze al zo goed als klaar. Dus we hebben nu alleen nog maar het overlast van boven. Maar wat er beneden is gerealiseerd is gewoon prachtig. Geweldig. Daar kunnen we mee door. Wielwijk is een echte, wat in het jargon heet, herstructureringswijk. En een van de mooie resultaten is de zilvervloot die je hier op de achtergrond ziet. Het leek me goed dat eens te laten zien. Heel lastig. Dat is ook. Ja, ik geloof wel in blijvende samenwerking. Zo is het niet. Maar hoe dat gestalte zal krijgen in de zin van welk. Ja, hoe gaat het met de toekomst van gemeenten? Hoe gaat het met de toekomst van corporaties? Dat is erg lastig te voorspellen. Maar wat ik in ieder geval wel heel graag zou willen zien, is dat die samenwerking, welke partners dat dan ook zijn, dat blijvend is. Omdat nogmaals de markt echt regionaal is. Die samenwerking woningbouwcorporatie gemeente, daar is veel toekomst. Ik hoop dat er steeds meer stappen gezet worden om tot een gemeenschappelijk programma te komen. En dat gaat niet, laat maar zeggen, ten behoeve van alleen gemeentelijke corporaties. Het gaat voor de burgers in deze gemeente en over het algemeen over burgers die in een niet altijd even rooskleurige positie verkeren. En als we daar met z'n allen iets aan doen, dan is dat een enorme verrijking van de kwaliteit van de samenleving. En dat is uiteindelijk het doel. En ik denk dat wij voorloper zijn hoe we tussen woningbouwcorporaties en gemeenten samenwerken. En ik hoop dat dat in de komende 4 jaar nog veel verder zal gaan. Volgens mij moeten we met PALT door blijven gaan. Om 2 redenen. A, omdat het goed is dat bestuurders elkaar blijven aanspreken op wat je echt kunt en wilt realiseren. Maar de huidige prestatieafspraken lopen af in 2010. En dan staat er weer een hele nieuwe opgave te wachten voor deze regio. En dat betekent dat we met elkaar voortdurend de vinger aan de pols moeten houden. We zullen heel hard moeten werken om het programma af te ronden met de aantallen die we willen in 2009. Daar zal nog wel kunst en vliegwerk en misschien een beetje tovenarij aan te pas moeten komen, zo hier en daar. Ik denk dat we de voorsprong die we hebben, als je de Drechtsteden vergelijkt met andere gebieden, dat we die moeten koesteren. Dus wat mij betreft is de basis gelegd om afspraken te maken ook voor de komende periode. Dus dat moet je in alle zorgvuldigheid met respect voor de onderscheiden partijen doen. En dan denk ik dat we krachtig als regio kunnen opereren en goede woningen voor mensen hier in deze regio kunnen wegzetten. Nou, ik wil ze in de eerste plaats feliciteren natuurlijk, maar ik wil ze graag meegeven dat dat traject van samenwerking, dat ze dat moeten koesteren. Dat we op het gebied van woningbouw wel vorderingen gemaakt hebben, maar dat het nog steeds te weinig gebouwd wordt. Dat we daar nog keihard aan moeten trekken. Dat we nog betere afspraken moeten maken wat er in wijken gesloopt wordt en wat we er voor sociale woningbouw voor terugbouwen. En dat we in de sfeer van kwetsbare groepen nog meer met elkaar kunnen doen. Laten we proberen gezamenlijk te komen tot een goed wonenbeleid en in het bijzonder volkshuisvestingsbeleid in de regio Drechtsteden. Zich maximaal in te zetten voor PALT en het belang ervan om daar eens even goed de tijd voor te nemen. Het gaat verder dan alleen maar de gemeentelijke belangen en er komen nieuwe bestuurders en
die zijn natuurlijk aangesteld voor een bepaalde gemeente. En als ik ergens een woord van kritiek zou mogen hebben op de afgelopen jaren, dan zou ik, of een, ik wil het ook als een wens formuleren, als een wens zou mogen hebben dat ze wat meer over de gemeentegrenzen heen zouden kijken, wat meer naar het grote belang te kijken en ook niet zo bang te zijn af en toe om transparant te zijn. Neem het volkshuisvestingsvraagstuk serieus. Neem de toekomstige bewoners serieus en neem jezelf serieus. En dat betekent heel simpel, iedereen serieus nemen. Dus heel nauwkeurig kijken, wat kunnen we wel en vroegtijdig aangeven wat je absoluut niet kunt. Vooral dat ze zichzelf moeten blijven. Wat mij betreft zorg voor de woningbouw, de sociale woningbouw in dit gebied. Koester. Dat we een uniek gebied zijn als het gaat om samenwerking tussen gemeenten en samenwerking met corporaties. En laat dat de basis zijn om goede inhoudelijke afspraken te maken.